Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. We gaan vandaag verder met exploren, maar niet zomaar exploren. We gaan vandaag eens kijken of we wat Merlin Trials kunnen gaan doen. Nu zijn er ook Demiguise statues hier waarschijnlijk, dat is er eentje. En er zit volgens mij bij dit huisje ook één Demiguise statue. Dus dat zijn dingen waar we ook eventjes rekening mee moeten houden. Dat als we in dit soort dingetjes plaatsen zijn, dat daar ook altijd een Demiguise statue te vinden is. Ik weet niet of we dat hier al kunnen zien. Ja, zie je er ook een Demiguise statue? Hier is ook een Demiguise statue. Ja, zie je in elke plaats is een Demiguise statue. Dus dat is wel iets om even rekening mee te houden. Maar laten we daar vooral op dit moment even ons niet druk over maken. Laten we vooral eens even kijken wat we aan Merlin's Trials kunnen doen. Hier heb je de twee vlak bij elkaar. Even inzoomen. En hier heb je nog meer interessante dingen. Een infamous foe. En er is hier dus ook een treasure vault. Dus dat is misschien ook interessant om naartoe te gaan. Laten we hier eerst eens naartoe gaan. Laten we eerst die treasure vault eens even bekijken. Oeh, er zit een beest. Oeh, een Infuri. Oké. Daar moeten we goed op letten. Treasure Vault, hierboven. Het zou hier ergens moeten zijn. Hier, Treasure Vault. Kijk, nice. Kunnen we nog even een keer van die juices pakken. Horkum juices. Treasure vault. Of is het die ene treasure vault die ik niet snapte? Ik denk het. Oh nee, dat is niet deze. Level 2 lock, die kunnen we nu openen. Top. Top. Nice. A legendary item. En dat was het, dus we hebben deze gewoon gecomplete. Nice. Daar hou ik van als dit soort dingen makkelijk gaan. Daar is de Merlin Trial waar we naar op zoek waren. Laten we daar eens naartoe gaan. Oh fuck, Dit is een Merlin Trial. Dit was niet degene die ik bedoelde, maar... Prima. Ja. Lumos. Nice. Dit soort dingen zijn altijd moeilijk te vinden, die pilaren. Daar is een pilaar. Nu is het kijken waar zijn de overige vlindertjes en de pilaar die erbij hoort. Oh, ik zie hier beneden. Duivelstrek, ik weet niet of ik dat vertrouw. Maar die duivelstrek gaat wel weg door Lumos, dus dat is wel mooi.
Nou, pak het op. Nice. Wat is dat? En hoe komen we daar langs? Ik denk dat je daar niet per se langs hoeft. Je moet gewoon vinden waar we die vlinders moeten loodsen. Lumos. Zou nog vast ergens een lantaarn moeten zijn. Maar waar is dat? Is de grote vraag. Je zou toch zeggen van in de buurt. Ah, hier, kijk. Dat staat. Settled. Trialtje weer gecomplete. Nice. Oké. Okay. Zitten jullie nog eentje heel dichtbij als het goed is? Die. Hier bovenop nou misschien of hier beneden? Ah, hier. I know what that means. Merlin trial. Nice. Wat is de bedoeling? Het ziet eruit als een plaats waar een bal naar beneden moet rollen. Ja, zie je. Oh, ik glij. Nee! What the fuck? Nou, daar moet hij in. Oké. Okay. Duidelijk. Bombarda. Oh. Ja, de bal komt eraan. Dat is mooi. Nice. Nice. Gelukt. Laten we er nog mee doen. Ik wil eigenlijk wel weten wat dit is. Laten we daar eens naartoe gaan. Dus als het goed is, stored energy, maar ik weet niet zo goed wat je ermee kan. Als dit nou ons hele grote perks geeft bijvoorbeeld, ja, dan gaan we een paar van die hunten.
Oh, is dit niet die plaats waar ik ben geweest met Oh. Oeh. Okay. Incendio. Revelio. Oh, nice, denk ik. Revelio. Ja. Hier kunnen we nu naar beneden. Shame I didn't have an audience for that one. Oké. Okay. Was dit goed? Nobody knows. Revelio. Hij is nu van de map af en dan ga ik er altijd vanuit dat als hij van de map af is dat dat goed is. Oh. Nee, dat werkt niet. Oké. Okay. Hoe komen we hier makkelijk uit? Oh, verder naar beneden. Dat was niet zo heel moeilijk. Oké. Okay. Nice. Ik weet niet zo goed wat ik ermee kan, maar het is gecomplete. Dus laten we maar gewoon proberen areas te completen. Ik denk dat dat het beste is. Ja, laten we die Merlin Trial maar doen. Zo. Oh. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ik heb het idee dat we al die dingen moeten aansteken. Wat denken jullie? Eerst die moonstone even pakken. Ik heb het idee dat het gewoon zo moet. Incendio. Nee, toch niet. Oh, dat is de bedoeling. Bombarda. Boom. Oh, nee, ik heb Bombarda staan. Ik heb niet Confringo. Confringo! Ik weet niet waar de anderen zijn. Oeps. En die moet je op een bepaalde volgorde moet je die doen. In de buurt nog. Ja, dus. Oh, daarboven zie ik er nog één. Dus ik heb er daar een, ik heb er hier een, en dan is het als goed is nog een derde ergens. Hier? Helpt altijd al eventjes als ik kijk van bovenaf. Kijk, er is hier boven één, die had ik volgens mij al gezien. Hierboven en daar. Waar is de andere? Zijn er meestal drie. Daarheen. Op de grond ergens zijn. Zou Revelio helpen? Ja, Revelio helpt zeker. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Ah, daar is er ook een.
Oké. Je moet gewoon hier gaan staan. Ja. Confringo. Kut. Confringo. Confringo. Hij was op tijd. Oh, top. Nou, ook weer gehaald. We zijn echt masters van Legacy, zijn we. We zijn Hogwarts Legacy Mastering. Oké. Giant Purple Toad, Dan. Ja, ik heb de Giant Purple Toad al. Of niet? Jawel, toch? Ja, de Giant Purple Toad heb ik al. Kunnen we op Upper Hogsfield gaan kijken of we daar de demiguys kunnen vinden? Daar moet het wel 's nachts voor zijn. En dat is het nu niet, zo te zien. Oh, fuck. Revelio. Daar is de demiguys. Kijk. Alohomora. Opeta. Why now, demiguys? Opeta. Dat is allemaal buiten. En hier, oké. Kunnen we hem eventueel helemaal gaan looten? Dit plaatje. I should investigate. Bardo Beaumont should have returned by now. Had by Dark Wizard. Revelio. Only a hairy hearted. Oké. Oeh. Lumos op de vlammetjes bij de brug. I wonder where it leads. Gaan we kijken of we dat zo kunnen proberen. Revelio. Zo. Waar zit er? Oh, daar is een brug. Dit is een brug. Zouden ze deze brug bedoelen? Zo niet. Is er een andere brug in de buurt? Lumos. Volgens mij is er niet echt een andere brug. Nou ja, op een ander moment dan maar. Oeh, daar heb ik zin in. Confringo! Confringo! Oh, ik dacht dat ik kaboom zou doen. Sad. Ah, gearslots are full. Maar hier is misschien wel een verkoper in de buurt. Nou, oh, zo te zien niet. Damn it. Ik wil deze wel heel even gaan looten. Dan pakken we de gear even. En dan gaan we kijken of we nog ergens waardeloze gear hebben. Deze zijn allebei zeer waardeloos. Dus deze. Oh, kut. Die willen we aan. Maar ik wil die graag
Destroying. Zo. Oeh. Wel goede cloaks. Er zou hier... Nice. Pumpkin fizz. De dichtstbijzijnde shop. Boy, yo, wat is dit? Is het een soort maze? Ja, een hatch maze. Die is interessant. Daar wil ik eigenlijk wel naartoe zo meteen. Eerst even verkopen. Ik zie dat er hier een punt is om te verkopen. Laten we dat even gaan doen. En dan kijken we of we de hatch maze nog kunnen doen. Wellicht liggen daar wel hele vette coole spullen in. En wij houden van hele vette coole spullen. What are you up to now? Verkoper is daar. Yo. See if there's something in the... Oh, dat is die dude. Die willen verkopen. Die willen verkopen. Die willen verkopen. Die willen verkopen. Die is beter, dus die willen we niet verkopen. Die is ook beter. Oh! Ik had het bijna verkocht. Laten we eerst even kijken wat we op kunnen zetten. We moeten naar gear. Ik zat te denken om die ene broom van hem te kopen. Ik weet niet, even niet hoe duur die was. Want als het te duur is, dan ga ik het nog niet doen. Want misschien heb ik geld nog wel voor andere dingen nodig. Plus 52, plus 54, plus 51. Die gaan we aandoen. De rest verkopen we. 54. Die gaan we aandoen. De rest verkopen we. Nou, laten we gewoon die maar weer doen. Die is beter. Oh, en die doen we zeker niet. Zo. Oké. Dan kunnen we nog net even wat meer aan deze dude verkopen. Yo. 5000. Dat gaan we nog maar even niet doen. Waarom heb ik die nog niet opgedaan? Die head moeten we nog even opdoen. Oh, wacht. We gaan natuurlijk niet met zo'n hoed rondlopen. Oké. Dat hebben we gedaan. Laten we de mace de volgende aflevering gaan doen. Ja, dat vonden jullie niet aardig, hè? Nee, dat snap ik. Hé, hey, is de mace nou gone? De mace was hier ergens. Ik ga hier naartoe. Misschien dat ik hem dan zie. En dan gaan we naar de mace. En dat is amazing. Ik ben wel benieuwd wat er in die mace te doen is. Laten we wel kijken of hij nu wel nog op de map staat. Want opeens was hij van de map af. Dat is niet eerlijk. Yo. De mace is gone. Is de mace er maar soms? Dat zou heel sad zijn. Hij was hier in de buurt. Nou, geen mace dan de volgende keer. Dan gaan we vast wat anders doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Adios, amigos.